Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Zo af en toe kijk ik door mijn lijst met video's en kom ik er eentje tegen die wel een verfrissing kan gebruiken. Zo ook de video van de kleinbaanlocomotief. Oorspronkelijk was vrij zacht en ik heb eens eventjes het geluid gecorrigeerd, wat bijgewerkt en er wat ingeëdit. Ik wens je veel plezier met deze re-upload. Ik heb hier een locomotief, een kleinbaan, made in Austria. En de originele eigenaar zei dat hij het niet goed deed en dat er met wat klein soldeerwerk het waarschijnlijk wel zou werken. Hij loopt gewoon vrij. Hij lijkt geen motor in te zitten, zo gezegd. Als ik een stroom opzet, even zoeken, dan bromt er wel wat, dus er zit in ieder geval een motor in. En nou, ik ben heel benieuwd om hem open te maken. Ik ben gewend dat het deze schroef hier is. Er zit hier nog een extra schroef. Maar die lijkt alleen maar te zijn om deze afgebroken stoompijpen vast te zetten. Even kijken. Zo te zien. Zit het ook aan deze schroefjes vast. Zo. Kijk aan, daar gaan we. Nou, eens even kijken. Ik zie hier al een lampje zitten. Ik ben benieuwd. Een werkend lampje. En een motor. Ik denk dat als ik het hier zo... Ja, een motor loopt. Maar hij maakt geen contact met het tandwiel, dus de wormwiel maakt geen contact met het tandwiel wat eronder zit. En ik denk dat dit een vrij simpel is. Ja, tot zover een beetje solderen en het zou moeten werken. Want het werkt al. Het zou alleen mooi zijn als het lampje ook nog zou branden. Een mooie zwarte. Dan zit die trek van deze pol naar het lampje zelf. Dat het al wel in orde is. Zo. Okay. Dat is eigenlijk niet genoeg tin, maar goed. Hij gaat op de plek waar veel tin zit, dus ik denk dat het geen probleem hoeft te zijn. Ziet er hartstikke lelijk uit. Ik vraag me alleen af hoe goed geleid lood. Even zien. Lood geleid. Dus ik hoop niet dat hij nu van links naar rechts helemaal kortsluiting maakt. Nee, kijk. Waarschijnlijk diende het blok lood als een soort van geleider.
Nou, ik denk dat dit een kwestie wordt van alleen nog even de wielen schoonmaken. En dat die dan alweer helemaal in orde is. Even wat meer vermogen erop. Nou, hij staat al maximaal. Ik vind het niet een bijzonder mooie locomotief, maar het leek me gewoon een leuk projectje. Ik vind het altijd tegenvallen als mensen zeggen dat iets kapot is, terwijl het eigenlijk gewoon helemaal in orde is. Zo. Geen idee hoe hier alles aangesloten zit. Ik kom er wel heel snel achter. Het lijkt echt op alsof de motor zelf niet altijd even goed contact maakt. Wat ik ga doen met deze is omdat hij dus in principe wel loopt, maar af en toe wat moeilijk doet. Ik laat hem even rustig draaien, dat er even, als er vuil zit, dat er allemaal mooi afgeschraapt wordt doordat die motor aan het draaien is. En ik kijk over een half uurtje weer eens. Goed. Ik had deze dus laten draaien. En toen ik dat deed, bleek hier deze kant los te komen en alle, hoe noem je deze dingen? Alle assen en alles hier kwam er mooi uitgevallen. Dus ik heb dit opnieuw vastgezet. En hier alle onderdelen weer op zijn plek gezet. Deze schroef hier, laat ik hem even stopzetten. Deze schroef hier, die was los. Die heb ik ook opnieuw vastgezet. Zodat hij nu weer goed soepel loopt. De hele boel is gesmeerd. Het enige is dat ik nog wel zie dat de motor zelf redelijk vies is. En dat hij dus af en toe moeite heeft met opstarten. En dat er nog wel eens een vonkenregen te zien is hier binnenin. Maar los van dat loopt hij nu eigenlijk bijzonder goed. Dus het lampje werkt ook weer. En ook op de rails rijdt hij redelijk. Het enige jammer is natuurlijk nog steeds dat hier die schroef in zit. Ik ben eerlijk gezegd wel heel benieuwd of dat dit niet te lijmen valt. Want los van die schroef, kijk eens aan, wellicht hoort die schroef hier gewoon in. Want los van die schroef ziet het er allemaal heel goed uit. Ik ga er gewoon maar even vanuit dat deze schroef hierin hoort, want hij past zo perfect. Ik heb nog wel een miauwende kat buiten zitten. Niet dat hij buiten zit, maar ze wil graag ook hier binnen zijn, waar ik ben. Zo, het loodblok erin. Kap erop. De lange schroef zou er nu precies doorheen moeten passen. En die grijpt nergens op vast. Dat is jammer. Dat zou hij toch wel moeten doen.
Deze koppelingen moeten ook vastzitten, want die houden dus een deel van het plastic frame op zijn plek. Dit zou een heel stuk beter gaan als mijn schroevendraaier niet magnetisch was. Zoals wel vaker. Hoppakee. Zo. Ik zou hem nu eigenlijk los moeten koppelen van mijn motor aansturing. Ik heb het idee dat hij niet scheef staat. Ik moet hier inderdaad wat loshalen, want het gaat anders helemaal fout. Hij gaat door deze, die krijg ik niet eens in beeld, door de motoraansturing naar mijn 18 volt voeding terug. Dat kan nooit goed zijn. En ik heb niet het idee dat deze rails echt schoon is. Hé, hey, een klein veertje. Wat leuk. Die zijn altijd handig. Zo kom ik nog zo tegen. Volgens mij sprong er nou nog één weg. Ik heb de hele wielen schoongemaakt, dus daar verwacht ik eigenlijk geen problemen meer mee. Maar echt soepel wil die nog niet. Maar elektrisch is hij verder helemaal in orde. Daar ben ik wel heel blij mee. Mechanisch is hij in orde. Hij is alleen af en toe wat moeilijk. Tot zover deze verse bewerking van een oude video. Mocht je dit leuk vinden, laat een commentaar achter. Like, subscribe. En tot een volgende keer.